In het plangebied Westluidense Poort in Tiel vindt op dit moment archeologisch onderzoek plaats. Het doel is om de archeologische sporen van bewoning en handel uit de 9e tot 12e eeuw veilig te stellen. De locatie ligt aan de rand van de historische kern in Tiel, waarvan bekend is dat de oudste bewoning al in de 19e eeuw lag. We staan hier op het plangebied Westluidense Poort. We zijn hier bezig met een opgraving sinds de afgelopen 3-4 weken. En we hebben op dit moment aanwijzingen voor minimaal 5 gebouwstructuren. Uit waarschijnlijk de 9e, 10e eeuw na Christus. Dus dat is uit de vroege tot volle middeleeuwen. Eigenlijk de vroegste geschiedenis van Tiel. Inmiddels zijn er al een paar bijzondere vondsten gedaan. Die vondsten moeten nog schoongemaakt worden, dus ik kan ze helaas nog niet tonen. Maar we hebben een prachtig versierd spinklosje onder andere gevonden. Er is een stuk bergkristal gevonden, wat je niet vaak in archeologische contexten vindt. Er zijn natuurlijk grote hoeveelheden aardewerk en bot gevonden, waaronder andere bijna complete maalstenen. Met andere woorden, en we hebben hier natuurlijk eigenlijk een vrijwel complete houten boerderij hebben we hier nog liggen. In ieder geval, ja, natuurlijk niet helemaal compleet, maar met name de onderkanten van alle houten palen van die boerderij, die zijn hier nog in de grond aanwezig. En dat is op zichzelf al een bijzondere vondst in de zin dat het goed geconserveerd is. We gaan de opgraving hopelijk binnen 2 à 3 weken kunnen we het afronden. Het is nog even de vraag wat er hier richting de Waalzijde wat we nog gaan aantreffen. Wateroverlast is op dit moment een groot probleem, want de Waal staat op dit moment hoog, dus we weten nog niet of we de diepte in kunnen. We gaan dus in ieder geval nog verder om te kijken wat daar nog zit. En daarna zal het onderzoek uitgewerkt moeten worden. En uiteindelijk hier op de locatie komt dan een grote parkeergarage met natuurlijk het cultuurcomplex van de Westluidense Poort. Met de ontwikkeling van de Westluidense Poort tot cultureel kwartier investeert Tiel in haar toekomst als aantrekkelijke stad voor de inwoners van Tiel en omgeving. De Westluidense Poort wordt dé plek waar mensen elkaar ontmoeten, muziek maken, dansen, toneelspelen, cursussen, lezingen en debatten volgen en informatie halen.